Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. 13 oktober, internationale dag voor het beheersen van natuurrampen. Indiase filmploeg doet Suriname aan voor filmopnames. Directie en personeel communicatiedienst Suriname ook in strijd tegen COVID-19. Swami Paramthai, spiritueel leider Art of Living, maakt opwachting bij president. En een prikje kan levens redden. Op 13 oktober wordt wereldwijd jaarlijks stilgestaan bij het beheersen van natuurrampen. De Verenigde Naties hebben deze dag ingesteld als de Internationale Dag voor het Beheersen van Natuurrampen, International Day for Disaster Reduction. In Suriname is het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing hiervoor verantwoordelijk. Kolonel Jerry Sleengaard, die de organisatie vanaf haar oprichting in 2003 leidt, gaat in deze editie van Focus in op het belang van deze dag. De afgelopen overstroming die we hebben gehad, dat is dus in 2021, die heeft zich gemanifesteerd niet alleen in het binnenland, maar grotendeels ook in de kustvlakte van Suriname. Aangezien wij in de kustvlakte niet gewend waren met grote overstromingen, is de aanpak daarvan moest anders zijn. U zult wel weten dat onder andere landbouwgronden vooral onder water zijn gelopen, tuinbouwgronden. Mensen die eigenlijk nooit onder water waren, die waren onder water. Vele huizen zijn onder water gelopen. Het water heeft wekenlang gestaan zonder dat het kon worden afgevoerd. Dus ik denk dat dat een hele grote ramp heeft veroorzaakt hier in Suriname. Rampen kosten altijd heel erg veel geld. Waar ze ook gebeuren, hoe klein ze ook zijn of hoe groot ze ook zijn. Ander soort natuurrampen die hebben ook het Caribisch gebied getroffen, zoals vulkaanuitbarstingen, etc. Dus ik denk dat het goed is om ons te beseffen, om ons ervan te vergewissen, dat wij in Suriname niet gespaard blijven van rampen en dat wij dus ons derhalve moeten voorbereiden op een structurele manier op wat te doen, hoe gaan we het voorkomen en wat moeten we doen aan de voorkant van de ramp, wat moeten we doen tijdens de ramp en wat moeten we doen na de ramp. En dat geldt voor alle niveaus en dat is die comprehensiveness erin, op het niveau van het individu thuis, op het niveau van bedrijven, scholen, ministeries, etc. Maar ook op het gebied van de regering zelf. De top van het land moet ook voorbereid zijn op in te spelen op rampen. En vooral de economische zijde is dat erg belangrijk. NCCR is niet een organisatie die uitsluitend bezig is als rampenbestrijdingsinstituut. De naam zegt al daarom dat het NCCR een rampenbestrijdingsinstituut is, maar een rampenbeheersingsinstituut. En het rampenbeheersingsinstituut houdt zoveel in als dat wij zeggen dat mensen moeten van tevoren trainingen gekregen, ze moeten indicatie krijgen, ze moeten weten wat ze moeten doen, als er zich iets mag voordoen, ook op het individueel niveau. Dus het is daarom van belang dat wij de zaken doorgeven voordat een ramp gebeurt. Als er een ramp gebeurt, laat maar zeggen onverhoopt, dan moeten wij natuurlijk ook kijken, zijn wij gestructureerd en zijn wij georganiseerd om dat aan te kunnen pakken. En dan zeg ik bijvoorbeeld onze medische sector, het ministerie van OW, ministerie van Landbouw, zijn we allemaal equipped om te doen wat we zouden moeten doen. En op het hoogste niveau moeten we natuurlijk kijken, mensen die getroffen zijn door rampen, hoe gaan we de mensen tegemoetkomen? Vooral als het gaat om rampen die door de natuur zijn veroorzaakt. Mensen verliezen hun livelihood. En de regering die zal dan maatregelen moeten treffen om in elk geval
deze mensen te kunnen tegemoetkomen. En ik denk dat die comprehensiveness, en ik heb dat al een 2 keer gezegd, is van belang dat men snapt dat dat rampenbeheersing en rampenmanagement niet iets is van een instituut alleen. Maar is iets dat ieder, de hele government moet dit omarmen. En wij zijn dus inderdaad bezig met dit proces. We zien nog dat er soms op het niveau van de regering nog individualistisch gekeken wordt naar rampen en rampenmanagement. Maar zoals ze het in het Engels zeggen, steady as she goes. Lavish Media Entertainment Private Limited, een filmploeg uit India, heeft op dinsdag 12 oktober een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi. Lavish Media is speciaal naar Suriname afgereisd voor een filmopname. Voor ons land is het een uniek moment om investeerders uit de filmindustrie aan te trekken. Volgens president Santokhi wordt Suriname hiermee als multiculturele samenleving op de wereldkaart geplaatst. De groep heeft eerder een bezoek gebracht aan minister Albert Ramdin. Kijkt u mee naar de volgende reportage. My name is Arun Puri and I'm from the Lavish Media. I'm looking after the productions. And we are here to shoot a Bollywood song and the movie as well, you know. How do you came to the idea to come to Suriname? Well, you know that we have the same culture, you know. And we have the Indians here who came so long here. And they speak our language. We speak their language. So we decided to do shooting here in Suriname, you know. Where did you do the shootings? Well, we did in a very beautiful place, which was the Presidential House, Presidential Palace, I suppose. So, and we did in one Jacana Resort, and then in Wakapasi. I'm sorry if I'm telling the right name or not. We did a shooting in Wakapasi as well, and we are planning to do some more shoots in Nakiri also, left, you know, next one. Is it a shooting of a movie or songs? Well, it's we shooted the songs first. That is, the law in our industry, you know. We are shooting the song now. Now we're going to shoot the movie, the rest of that, what we have, you know. What kind of movie is it? Well, it's the name, I will not, you want to disclose me right now? No. Which I won't be able to tell you. But it's a love story of a Surinami and an Indian person who ran from India for his lover. And he came to Suriname. This is a mixed story of a Surina people. He doesn't know the language, the Bihari. But he understands a little bit language of the Suriname people. So he decided to come and search for his girlfriend, you know. Hi, this is Payal Badwa. I'm from Bollywood industry. And I'm very, very happy to be here. And I got the opportunity to shoot in the palace and a lot of places which are very beautiful. We got a great opportunity, great hospitality here. And the atmosphere, which is actually, the atmosphere is totally pollution free, which we need when we are shooting. It's very, very important for the atmosphere to be clean, to be pollution free, so that we could be healthy while shooting. And the food is amazing over here, and I'm not feeling like I'm not in India. I'm feeling like I'm at my own place. So it's just great to be here, and thank you so much for the opportunity. We have the actor also. Maybe you can introduce yourself. Yeah, hello, my name is Manpreet Shergill. I'm singer and actor, and of course, we are the first, I think, who shoot President House, so it's a great opportunity for us. Yeah, seriously, and loving people, loving media, of course, and thank you so much, guys, thank you. It was a very fruitful meeting with us, with the Honorable President of this country, you know, and he already, I mean, gave us so much assurance that he's going to support us for in future also. The first thing we came to know today that the Indian people, they're going to have a visa-free country in the Suriname. And that is a very great news for us. And I believe that that the people from Bollywood, from other industry, they will definitely come and shoot here in Suriname. And the industry will grow up, you know, the economy will grow up of this country as well. Yeah. The president also spoke about a land. Yeah. He spoke a land for us that we can teach the acting school sort of here.
And we are going to do the free of cost to giving them the acting school, which we are they are going to give us a land. Once they give us a land, we're going to fix up our all equipment and everything. And this we want to make a hub in Latin America, Suriname. The people should come here and shoot and meet you, the beautiful people, those who are staying in Suriname. You know. How much songs do you shoot in Suriname? Well, we already shot 3 songs now. And the rest of the movie which is left, the movie is going to be shot very soon here. We are planning for the another places. We are looking for locations and all. And that will be done in the this starting from the 22nd of October of this month. De strijd tegen het COVID-19-virus moet gezamenlijk worden aangegaan. Daar zijn directie en personeel van de communicatiedienst Suriname zich bewust van. Op woensdag 13 oktober heeft een team van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg ter plaatse sneltesten uitgevoerd. Directeur Alvin Roosveld en het BOG-team benadrukken het belang van vaccineren. De CDS-functionaris roept personeelsleden op die dit nog niet hebben gedaan om alsnog voor bescherming middels het vaccin te kiezen. Denzel, ik heb heel graag dit gesprek met je als directeur van CDS, omdat we ervoor willen zorgen dat de plek steeds veiliger wordt. En jij bent een van de personeelsleden die recentelijk positief getest is geworden op COVID-19. Hoe was jouw verloop, hoe was je ziektebeeld tijdens je ziekte? Eerste dag, het was op een donderdag begonnen. Precies na het werk had ik een constant hoofdpijn dat gewoon maar niet wegging en erger werd met geluid samen met de rugpijn. Dus ik ben naar huis gegaan, ben gaan slapen. Volgende dag was het nog erger. Ik heb mijn moeder erover gezegd en ze zei van oké, belwerk, zeg je kom neem vandaag, we gaan direct swappen. Ze wilde dat gaan doen. Zaterdag zo heb ik dan resultaat gekregen, positief. Zaterdag was het ietsje minder, was niet zo erg als vrijdag. Alleen had ik wel extra pijn bij gekregen, het was mijn ogen. Zondag minder, maandag nog minder, dinsdag was ik al, voelde ik me al goed. Maar dan natuurlijk moest ik nog thuis blijven vanwege quarantaine. Dus je hebt eigenlijk een vrij mild verloop gehad van COVID-19? Ja, voor wat ik heb begrepen met anderen die het hebben gekregen, heb ik het echt makkelijk gekregen. Was je al gevaccineerd? Nee. Ik heb in het voorgesprek aan je gevraagd hoe je denkt zelf over vaccinatie. En wat is je gedachte over vaccinatie nu? Het is nog niet echt veranderd, alleen kan ik zeggen van precies vanmorgen nog, vanmorgen zo toevallig. Even moeder me vraagt van, wat denk je ervan? Aangezien we het al hebben gekregen, we hebben al COVID gekregen, wil je nu gaan vaccineren? Zo hebben we gesproken, we zeggen van, sure. Nou, we zijn vandaag ertoe overgegaan om BOG uit te nodigen om sneltesten te doen bij de communicatiedienst Suriname. Omdat over het weekend heen een van onze personeelsleden positief heeft getest. We werken in een vrij een environment waarbij we met teams werken. We gaan ook naar heel veel plekken. Dus om ervoor te zorgen dat in elk geval wij safe zijn en om de gezondheid van de rest waarmee wij in contact komen te waarborgen, hebben we besloten om gelijk het zekere voor het onzekere te nemen en alle personeelsleden aan een test te onderwerpen. En wat betekent dat voor de bedrijfsuitvoering dan? Nou, voor de bedrijfsvoering betekent het dat je in principe, zolang BOG niet is geweest, niet kan werken. Want je wil een veilige werkomgeving hebben. Maar je kan je verder ook niet permitteren om bij andere mensen te komen en daar de bron van een verspreiding te zijn. Want u moet zich voorstellen, met 30 mensen op de werkvloer vandaag, die naar 5 verschillende plekken gaan, betekent dat elke plek die we aandoen, wij een potentieel gevaar kunnen zijn. En je moet de skill ervan vatten dat 5 teams, 5 verschillende plekken, op die 5 plekken zijn er weer verschillende mensen. Voordat je denkt gaat er iets mis. Dus die verantwoordelijkheid ligt wel bij ons om ervoor te zorgen dat we deze omgeving waar we nu zijn veilig hebben. Maar dat wij ook geen gevaar vormen voor de mensen bij wie we in de omgeving komen. Iedereen die voor zijn werk in contact komt met anderen, is er aangehouden om zelf zo veilig als mogelijk te zijn, zodat wanneer je naar een plek komt, dat jij geen gevaar oplevert voor de mensen, maar dat je ook geen gevaar oploopt. We hebben vaker de neiging om, wanneer we in een beetje besloten kring zijn, om dan onze mondkap af te doen en een beetje dichter op mensen af te zitten of minder in geventileerde ruimtes te zitten. Maar de oproep is echt, als jij in contact komt met mensen, het gaat sneller dan we denken. Zorg ervoor dat jij altijd die Mohana-regels toepast. En mocht het zijn dat je je even een beetje minder voelt, ga gelijk testen.
be part of the solution. Swami Paramte, spiritueel leider van Art of Living India, vertoeft deze dagen in Suriname. Hij heeft op woensdag 13 oktober 2021 samen met de voorzitter en leden van Art of Living Suriname zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. De spiritueel leider verkondigt wereldwijd de boodschap van liefde. U hoort achtereenvolgend Swami Paramte en voorzitter Sam Matura van Art of Living Suriname. Mijn persoon is Swami Paramtej en zijn geboorteplaats is India, maar hij travelt eigenlijk over de hele wereld. En hij is hier om cursussen te geven en er zijn tweetal cursussen die zijn gepland. Eentje is al achter de rug, dat was Shakti Kriya. En dan heb je de Shri Shri Yoga level 2, dat gaat vanavond beginnen. En morgen hebben we een tweede ronde van de Shakti Kriya. Die zijn die twee cursussen waarvoor hij eigenlijk in Suriname is. So this is my first visit. I came to congratulate the president and offer Art of Living support for all the endeavor for helping the people in this COVID and stressful time. So we're just there to give all the support to the president and congratulate them. We are already giving to more than 20 countries. We have the protocol where right now what people need is to strengthen their immunity system. And we are already giving to so many countries where we can offer to everybody pre-COVID the things so that they can build up their immunity system, during COVID, how to deal with that, and post-COVID, where most of the people are so stressful. We have programs where they can help themselves to build up their immunity system and have this courage and strength back to them. The only beautiful thing is that what we talked about is that Bhutan is the number one happiest country in the world. Where Suriname can be the happiest country because of its population and the kind of, multi-population here. So that was also one of the things which we discussed, that to make Suriname as the happiest country in the world chart, as the happiest country of the world, and we are willing to provide all the support. You see, you have restaurants everywhere, you can buy food from everywhere, but there is no place where people can be happy. There are places of worship, but there is no happiness things. When people are not healthy mentally, physically, what can really change it? So here we are offering that we are also willing to support, to train people to go and reach out, give this happiness to people whosoever is suffering physically and mentally. You know, the beauty of Suriname is, it's like everybody is a very mixed culture and everybody lives so harmonically and happily among each other. So it's like you don't find who's who, but everybody is living so beautifully together. Everybody loves eating each other's food, each other's festivals. So it's already a very, very close society. Everybody is supporting to everybody. So we just have to take it one step up, just make them more healthier, help them to tackle the COVID situation very well. And the other thing is, when the energy levels of the people are high, they can look forward to do so many good things to the society. Right now, everybody is looking at, okay, what I can get, how can I benefit? But the moment you are filled with energy and happy and joyness and joy inside, then you think how I can support my other fellow beings around me, my neighbors, my friends, my everybody. So this is what we can actually train people to do that. Een prikje kan levens redden. Dit is een noodkreet naar u als samenleving. COVID-19 heeft de hele wereld nog steeds in haar greep. Zo ook Suriname. In ons land komen er nog dagelijks nieuwe besmettingen bij, terwijl het aantal doden als gevolg van dit virus toeneemt. Hoewel steeds meer mensen het belang van vaccineren inzien, moet helaas gesteld worden dat nog een aanzienlijk deel van de samenleving hier fel tegen is. Vaccinatie is niet alleen uw eigen keus, maar vooral ter bescherming van uzelf en anderen. Daarom roept het ministerie van Volksgezondheid een ieder op zich alsnog in te enten tegen dit besmettelijke en dodelijke virus. Alleen op deze manier kunnen wij de strijd tegen COVID-19 aan. Nogmaals, houdt u zich aan de maatregelen, neem de hygiënevoorschriften in acht en laat u zich zo snel mogelijk vaccineren. Een prikje kan levens redden.
En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.